om jullie ook wel aan te geven waarom ik toch net een iets andere insteek in mijn verhaal wil houden, is het misschien goed om heel eventjes te vertellen waarom ik nou met robots bezig ben. Want ik ben geen techneut, ik ben geen engineer, ik ben als marketeer opgeleid. Dus ik kijk veel meer naar de menselijke kant. En die menselijke kant is best wel behoorlijk wat langsgekomen vandaag. Alex heeft het daar ook over gehad. Gaat hij me dadelijk ook nog een beetje bijstaan. Maar we gaan het natuurlijk, als we het hebben over mensen en robots, dan komen we heel vaak over ethiek te praten. Want dat die technologie er is, en dat die er heel hard aankomt, dat die hele bijzondere dingen gaat doen, dat zie ik ook en dat zien veel mensen. Maar wij moeten daar wat mee, met die robots. We moeten daar wat van vinden. En vaak gaat de vraag dan over ethiek. En grappig genoeg, als je robots hebt aan de ene kant en ethiek aan de andere kant, dan zit daar data tussenin. Dat hebben we eigenlijk al gezien, daar ga ik dadelijk ook nog een beetje over praten. Dat is precies jullie vak. Dus hij is ook heel opportun. Jullie zijn de verbindende factor eigenlijk. Als jullie jullie werk niet goed doen, dan kunnen we wel ethische vragen beantwoorden met z'n allen, maar dan kunnen we ze niet implementeren. Dus dat is een beetje de relevantie. Goed, dus iets minder over technologie, want dat hebben we vandaag al gehad. Iets meer over de mens, en dat zijn jullie. Dus we hopen dat dit een beetje een interactief stuk wordt. Mijn eerste plaatje is dan ook duidelijk. Worden robots onze maatjes in de toekomst? Het is misschien nu nog een beetje raar voor te stellen, maar ik zal jullie een voorbeeld geven van een stofzuigerrobot. En dit is ook weer een praktijkverhaal. Een gezin met een stofzuigerrobot. Vorig jaar gebeurd bij Mediamarkt. Die hadden dat ding al anderhalf jaar door hun huis kruipen. Die pakte alle kruimeltjes op, de haartjes van de kat, hartstikke blij. Maar hij had ook een naam. Hoe heette die? Zo heette die. En op een dag was die stuk. Want de apparaten gaan stuk. Dus ze gingen er terug naar Mediamarkt en ze boden hem ter reparatie aan. En die vriendelijke dame achter de balie zei, ja, kom hem over 2 weken maar ophalen, want dan is hij weer gerepareerd. En op die mooie donderdagochtend dat ze binnenkwamen, ze kregen de robot terug, zeiden ze, dat is mijn robot niet. Ja, maar meneer, hij is perfect gerepareerd. En als u was hier vorig jaar met een broodrooster, toen zei u toch ook niet dat het uw broodrooster niet was. Ja, maar dat is wat anders. Want dit is mijn robot niet. En we zijn gehecht aan onze robot. We willen onze eigen robot terug. En dat verhaal, wat hoogstwaarschijnlijk verzonnen is, maar dat maakt niet uit, toont wel aan, jullie herkennen het, ik zie het. Mensen en robots die hebben wat met elkaar. En dat is dit plaatje ook. Hè? Wij voelen al heel gauw meer voor een broodrooster of een afwasmachine, daar voelen we niet zoveel voor, maar een robot, dat kan ons vriendje worden. Nou, daarom zijn die ethische vraagstukken ook zo belangrijk. Ik eens kijken of mijn dingetje ook reageert op deze. Allow. Kijk, ik moet iets allowen, hè? Is ook ethisch. Nee, dat doet hij niet. Staat dit ding uit? Mag ik een beetje technische ondersteuning of moet ik af en toe even op een knopje drukken? Oh, die moet natuurlijk ook. Kijk, mensen met echte technologische kennis, die hebben ook wel nodig. Marketeers kunnen dat niet. Even kijken hoor. Ik zei al, Oké, we gaan het zien. Maar ik doe hem heel eventjes, zo. Want dit plaatje heeft Alex natuurlijk al laten zien. Hè? Robots komen in heel veel verschijningsvormen, dus daar kunnen we al wat sneller doorheen gaan. De noodzaak van de zorg. Ja, als er noodzaak is, dan komen er ook heel vaak ethische vragen. Even kijken. De robot linksonder, wie kent die? Jij kent hem? Ziet er gewoon uit als een knuffelbeest. Dit is een robot die heel veel in de zorg al wordt gebruikt. En waarvoor wordt hij gebruikt? Dementerende ouderen, die worden vaak een beetje eenzaam. Dat is niet leuk. Dus er zijn een aantal slimme Japanners geweest, die hebben dat hele lieve robotje hier gemaakt. €8.000. Maar die geeft troost aan oudere mensen en het gevoel dat ze niet alleen zijn. Nou, dan heb je meteen de eerste ethische vraag te pakken. Want het werkt wel. Hè? Mensen voelen zich daar heus gerust een beetje beter bij, met anderhalf uur zo'n lieve zeehond op schoot, want dat is het. Maar willen wij verzorgingstehuizen waar we gewoon met 100 kruiwagens van deze beesten binnenkomen om Ja. Ja. Dat is een hele goede vraag. Ja, want een pop die geeft ook die wederkerigheid.
En een pop geeft ook het gevoel, er is iemand waar ik me om kan bekommeren en die pop doet ook iets bij mij. Maar de slimheid van deze robot, en daarom is die ook zo duur, is dat hij heeft hele stille motoren. En heeft toch door zijn minimale... hij is minimaal geëngineerd, maar hij geeft het gevoel van leven. Het is iets magisch. En dus het effect van die pop wordt eigenlijk 50 keer versterkt doordat die technologisch echt geavanceerd is en interactief is. En hij kijkt je aan. Maar ja, daar zie je al. Ik zal jullie een filmpje laten zien van het effect wat deze robot kan hebben. Maar daarmee komen meteen de ethische vragen ook naar voren. Eens kijken, die zit ietsje verder. Ja, ik ga af en toe een beetje heen en weer, dat is ook allemaal improvisatie. Kijk, dan gaan we die vraag nog eens beetpakken nadat we dit gezien hebben. Dementen bejaarden. Het maakt geluid en die ogen en daar reageert ze wel. Kijk, dan zie je gewoon. Kijk, daar gaat ze toch weer tegen praten dan. En dan je ziet het, die interactie die is er gewoon heel duidelijk. Die emoties die je dan nog kan geven, dat vind ik gewoon, dat is gewoon heel belangrijk voor ze. Ik hou zo ontzettend veel van haar. En weet je, dus alles wat haar gelukkig maakt, dat vind ik gewoon geweldig. En dit is mijn moeder, zoals ze is. En dat zie ik graag terug. Ja, dat is snoezelen. Maar toen ik de eerste keer dit filmpje zag, toen sprongen de ethische vragen mij om de oren. Ik kan me niet voorstellen dat jullie dat niet ook hebben. Wie durft dus een goede ethische vraag te noemen die hierbij naar voren springt als je dit filmpje ziet? Nou, kom maar eens. Speel niet met een gewoon huisdier. Want nee. Een gewoon huisdier, daar interpreteren we ook van alles van. Van, oh, die kat houdt zoveel van mij of die hond begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is allemaal hinein interpreteren. Dus ja, ik zie het verschil eerlijk gezegd niet. Het is wat anders als je zegt, een huisdier moet je natuurlijk niet mishandelen. En een robot, geef je een robot een schop. Ja, misschien moet je dat ook niet doen. Ja, klopt. Nee, maar even vraag tegelijk, want ik vind hem al interessant genoeg. U constateert dat het functioneel hetzelfde is als een huisdier voor deze dame? Nou, ik denk dat wij dat onderscheid... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik vind het ethisch niet anders. Ik vind wel dat je een huisdier anders moet behandelen dan een robot. Oké. Maar dat is een hele andere kwestie natuurlijk. Goed, ik had er toevallig hele andere ethische vragen bij. Want ik vroeg mij namelijk het volgende af. Weet deze mevrouw, die heel dementerend is, wel dat dit een robot is? Of lopen we haar eigenlijk voor de gek te houden? Wie vindt daar iets van? Maar als ik die vraag gewoon stel... Weet die mevrouw, ze weet het niet, houden we haar voor de gek, is dat aanvaardbaar? Ik denk het niet. Nou, dat is het. Ja, deze meneer zegt... Heel mooi, als ze onrustig wordt. Want daar heb ik ervaring mee. Iemand die een pop krijgt, zoals André net ook vertelt. En er gebeurt iets, de mensen die snappen de wereld om zich heen niet meer. En die denken, oh jee, mijn baby is in gevaar. En die gaan van alles doen om die baby te beschermen. Maar ze snappen de wereld niet. Ze doen de raarste dingen. Ik ben hier heel erg op tegen, op dit soort behandelingen. Uit ervaring. Ja, u bent erop tegen. Dit is wel het ultieme triomf van wie jij bewust. Ja, nou ja, ik ben blij dat het niemand onberoerd laat, dit filmpje. Want hier gebeurt inderdaad een hoop. En dit is eigenlijk, voor zover het robots in de zorg betreft... Is dit nou typisch een voorbeeld van iets wat echt veel gebruikt wordt in Nederland? Ik heb de aantallen niet, maar het zijn vele tientallen verzorgingstehuizen die dit doen. En wat je eigenlijk constateert, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, Alex, maar heb jij het gevoel dat, misschien is het een leuk moment om even erbij te komen, heb jij het gevoel dat er die discussies voldoende gevoerd worden? Of wordt het gewoon maar zomaar in de zorg geïntroduceerd en staan we dan met z'n allen in zaaltjes in Nederland over te praten? Wat zie jij? Ik denk dat die discussies zeker wel gevoerd worden. Op dit moment gaat het denk ik nog wel heel erg om wat zijn de functionele bijdragers. Dus gewoon, heeft een nut? Leidt het uiteindelijk tot betere zorg? Of leidt het tot situaties waarin je wellicht te weinig personeel hebt om goed te kunnen reageren? En door middel van zo'n robot kom je met hele praktische toepassingen, een hele praktische oplossing, waardoor iemand... een stuk langer rustig blijft en waardoor er minder personeel bij hoeft te zijn. Dus ik denk dat het op dit moment heel erg vanuit een praktisch oogpunt wordt bekeken. Waarbij de ethische vragen wel gesteld worden, maar nog niet heel erg belangrijk. Of nog niet doorslaggevend zijn.
Dus ik denk dat het op dit moment echt heel erg wordt gekeken van, is het functioneel? En ook een beetje vanuit de zorgkant, die gewoon heel erg simpel zit te kijken van, levert het mijn geld op? Natuurlijk compleet onethische reden om dit wel of niet in te zetten, maar wel eentje die waar gebruik van wordt gemaakt. Jij zegt eigenlijk, ze zouden meer naar de kwaliteit van de zorg moeten kijken. Als je het vanuit de ethiek bekijkt? Vanuit de ethiek. Ja, kom erbij. Lijkt me goed. Als ik even mag, ik denk dat er in de zorg wel heel erg goed wordt nagedacht over de ethische vraagstukken. En dat het hier heel nadrukkelijk het belang van die mevrouw dient. En dat een beetje aanhakend op wat Michiel zegt, je hoeft dan niet lelijke medicijnen te introduceren. Of dat mensen door gebrek aan zorg in geestelijke nood komen of de weg kwijtraken. Dus het zit wel in de zorgverleners om juist dat ethische vraagstuk op de eerste plaats te stellen en pas in de laatste instantie het geldargument te laten doorslaan. Dus ik ben het met jouw standpunt niet eens. Als ik daar heel kort op mag reageren, ik ben het helemaal met u eens dat de zorgverleners echt vanuit de kwaliteit van de zorg kijken, maar degenen die zo'n robot kopen, dat zijn niet de zorgverleners. Dat zijn degenen die de financiën runnen van zo'n thuis. En in mijn mening wordt daar wel gekeken van, wat is de kosten-batenverhouding? Ik ben het helemaal met u eens dat de zorgverleners puur kijken naar de kwaliteit. Maar we zijn het met elkaar eens dat we eigenlijk vinden dat er met name vanuit dat perspectief zou moeten worden gekeken. De kwaliteit van de zorg vinden we eigenlijk, denk ik, als mensen belangrijker dan de kosten van de zorg. Maar dat is typisch een ethische vraag. Dit was een nieuwsbericht van vandaag. Een van de technologieblogs die ik dagelijks bekijk. Jullie zien het al aan de titel. Er was een groot panel van privacy experts. De mensen die tussen de mensen en de technologie instaan, die hebben met de grote technologieconcerns het gesprek willen voeren over, wat gaan we doen met die gezichtsherkenning die zo sterk wordt. En die discussies, die hebben ze niet af kunnen maken. Ze zijn weggelopen. En daar hebben we het hier dus echt over, de bedrijven die ons leven voor een deel bepalen. Hè? Want aan de andere kant van de tafel, wij weten allemaal wel wie daar zaten. Daar zat Google en daar zat Facebook en daar zat Microsoft. En toen de discussie ultiem werd over het gebruiken van gezichtsherkenning, toen hebben ze besloten om de discussie maar niet voor te zetten. Nou, dat was ook weer ik vond dat ook weer een sterk teken dat die ethiek toch zwaar onder druk staat. Want een van de dingen wat jij ook zal zien, hè, het nut van robots wordt natuurlijk groter als ze slimmer worden. Dat heb je eigenlijk ook verteld net. Nou, een van de dingen waarmee ze slimmer kunnen worden is als ze onze gezichten kunnen herkennen en onze emoties kunnen herkennen. Maar wij staan het eigenlijk toe. Staan we toe? Of wat? Wij als bevolking toestaan dat onze gezichten automatisch herkennen kunnen worden? Wat zie jij in zijn algemeenheid? Heb jij het gevoel dat heel veel technologie eigenlijk heel makkelijk wordt geaccepteerd? Of dat er enorme discussies aan vooraf gaan en dat bedrijven een strijd moeten leveren om het geaccepteerd te krijgen? In mijn ervaring, bij een heleboel ontwikkelingen die gaande zijn, zijn er een heleboel hevige discussies. Ja. En als puntje naar mijn paaltje komt, wordt er een heleboel geaccepteerd. Ja. Wie ziet dat anders? Of zien we dat allemaal? Dat zien we allemaal. Ja, dat vind ik een hele belangrijke constatering, want ik zie precies hetzelfde. Ik heb nog geen technologie gezien in de 40 jaar dat ik hier op aarde loop, die niet uiteindelijk toch heel makkelijk geaccepteerd wordt. Ik kan me nog herinneren, toen was ik nog jong, maar in de jaren 70, 80, toen kwam er een hele heftige medische technologie, en dat was IVF. Daar is het toen zeiden mensen die heel diep in de ethische discussie zaten, die zeiden, nou, we zijn eigenlijk voor God aan het spelen, en we zijn nu een paar jaar verder, en de discussie is gewoon weg. In elke klas zit minimaal één kindje wat via IVF is geboren, en of je daar een mening over hebt of niet, het heeft mij verbijsterd hoe zelfs dat soort vergaande technologieën gewoon klakkeloos geaccepteerd worden. En als je ervan uitgaat dat dat het pad is, dan worden de ethische discussies dus nog belangrijker. Want de technologie komt er toch wel. Of worden de ethische discussies juist nutteloos? Of misschien is die nutteloos. Toch wel. Ja, dat zou ook kunnen. Eventjes kijken. Nou, dit was ook weer een aardige. Hier is een bedrijf wat wij ook allemaal kennen, Samsung. Die heeft zelfs zijn eigen consument gewaarschuwd voor het feit dat ze via hun slimme tv's alles afluisteren wat wij met elkaar voor de tv zitten te bespreken. Dit is geen eens wereldnieuws geweest. Toen ik dit las, toen viel ik van mijn stoel. Dat bedrijf zegt zelf, let op, zolang de stekker in de stopcontact zit, weet ik wat jij zegt.
En we weten, en jij weet ook waarom ze dat doen. Want waarom luisteren ze mee? Ja, daar komt de big data weer. Dus daar komt jullie rol als informatiebeveiligers ook weer. Maar wat ik... dat vind ik een goede vraag. Hij luistert naar alles wat voor zijn neus gebeurt. Ik denk dat hij er een hele hoop begrijpt. En er zijn natuurlijk dingen die volgordelijk moeten gebeuren. Stap 1 is dat hij alles opneemt. En stap 2 dat hij uiteindelijk op een grote server er ook chocola van maakt. Heb jij een beeld van bij hoe ver ze zijn met echt spraakherkenning om te zetten in... is daar Watson een voorbeeld van? Watson is daar denk ik wel een voorbeeld van. En een heel goed voorbeeld, als we die Jeopardy show net zagen. Dat zijn gewoon echt... Dat is niet aangepast om voor software goed te kunnen werken. Maar dat zijn gewoon dingen. Dat zijn gewoon vragen die echt aan de mensen gesteld worden. En dat wordt redelijk volledig begrepen. Zo'n systeem heeft misschien nog niet direct door wat de onderliggende bedoeling is. Maar aan de hand van de kenwoorden die in zo'n systeem detecteert, weet hij de goede antwoorden daar in de meld te kunnen vinden. Dus dan zit je al een heel eind in de buurt van spraakherkenning. Ja, dus zelfs al zou de spraakherkenning nog niet zo ver zijn, het feit dat nu al die data al wordt opgenomen, dan nemen ze eigenlijk al een voorschot op de toekomstige interpretatie van onze gesprekken. Ja. Wat ik me ook wel eens afvraag, is waarom wij het allemaal accepteren. Wie zou daar iets over durven te zeggen? Waarom, als we constateren dat we technologie zo makkelijk accepteren, waarom doen we dat? Wie wil daar wat over zeggen? Is dat de kracht van marketing? Ja. Ja. Maar die marketing is natuurlijk geen ding op zich, hè? Marketing is een manier om iets goed te verkopen. Maar er is blijkbaar iets wat al die technologieconcerns aan ons verkopen, waardoor wij onze gegevens afstaan. Ongebreideld geloof in vooruitgang van de techniek, naast de onmacht van de consumenten om bijvoorbeeld zoals Microsoft nu al haar voorwaarden samenvoegt, daarmee eigenlijk al jouw data tot haar eigendom maakt. En wat doe je er tegen? Ja, u legt in feite de schuld, als ik het zo eventjes plat mag slaan voor het gemak van het gesprek, u legt de schuld wel bij de corporates. Nou, ik denk dat het is veel makkelijker. Het is gewoon hebzucht. Ja. Mensen willen gewoon hebben. Ja, ze willen die technologie hebben. En zoveel mogelijk voor zo min mogelijk moeite. Ja, nou, er zijn er twee. Welke zie jij, Alex? Als we het hebben over bedrijven? Nou, als je kijkt naar waarom staan wij als consument toch al die technologie toe in ons leven? En waarom gaan we zo makkelijk over al die privacy en ethische dilemma's heen? Nou, wat ik altijd wel belangrijk vind, is eigenlijk dat het heel incrementeel gebeurt. Dat er telkens kleine stappen worden genomen en dat we elke keer denken van, nou, weet je, we geven nu al zoveel informatie weg, dat ze nu mijn locatie weten. Ja, Allah, het maakt me niet uit. Of tenminste, moet ik het hier nou voor allemaal in één keer opgeven? Terwijl als je 10 jaar geleden had gezegd, nou, ik denk dat de meeste van jullie dat filmpje wel kennen van een mobiele telefoon. Wat moet ik ermee? Dat ze rond de millenniumwissel zo'n beetje hadden opgenomen. Ik hoef geen mobiele telefoon. Waarom zou ik altijd bereikbaar moeten zijn? Waarom moeten mensen altijd kunnen weten waar ik ben? Is nu ondenkbaar. En als die mensen van toen konden weten van wat voor informatie de bedrijven nu van ons hebben, zouden ze zeggen van, ga ik van mijn leven niet aan beginnen? De vraag die we net stelden aan jullie van, als een robot binnen je eigen woning informatie van je gaat opnemen, ik geloof dat meer dan 80% hier de vinger op stak. Maar als dat stap voor stap voor stap gebeurt, ja, elke keer denk je wel van, het is maar een kleinigheidje, het is niet zoveel extra. Ik denk dat dat ook een hele grote rol speelt. Dat is een beetje de metafoor van de kikker die je in water langzaamaan gaat koken en die gewoon in blijft zitten tot die in kokend water zit. Dus je zegt, we wennen eraan. Ja. Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Daar ging nog een vinger omhoog. Wat? Oh. Ja, dat is die. Nou, ik vind persoonlijk de punten die genoemd worden herken ik heel sterk. Hè. Dus inderdaad de geleidelijkheid, er is de hebzucht van de consument. Maar denk, is, ja, wat wilde je zeggen? Ik denk ook dat de beloning gewoon heel groot is. Iedereen is continu op zoek naar beloning, wil eigenlijk elke seconde in zijn leven beloond worden. En als we erin slagen om de beloning maar groot genoeg te laten, stinkt iedereen er gewoon toch elke keer. Ja, dat, laatste, wijze van spreken. Ja, dat punt miste ik nog, dat klopt. En ik noem dat altijd, ik sla het altijd plat en ik zeg, het zijn gemak en plezier. Ja, die technologie biedt ons heel veel gemak en biedt ons heel veel entertainment. En daardoor gaan wij, denk ik, heel makkelijk die grenzen over die Alex heel terecht aangeeft, die geleidelijk zijn. Maar ik, voor mij persoonlijk, dat soort dingen zijn vaak heel persoonlijk, is het dat ook. Het nut van die technologie
En de lol ervan zijn toch zo groot dat we inderdaad denken van, nou inderdaad, dat volgende stapje neem ik ook wel, want het doet wat terug. Ja, en je ontkomt er op een gegeven moment ook niet meer aan. Want, ja, probeer eens Google uit je leven te bannen. Moest proberen om, als je nog het internet wil browsen, om alles van Google te blokkeren. Ja. Nou, dan kom je echt niet ver. En je ziet ook dat bedrijf en overheidsinstellingen die gaan de vaste telefoon gewoon afschaffen. Ja. Dus ja, ga maar zonder mobiele telefoon door het leven. Nou, dat gaat je gewoon domweg niet lukken. Nee, oké. Okay. Als je niet in een grot wil gaan wonen of zo. Nou, daar heeft u helemaal gelijk in. Je hebt het ook gewoon nodig. En nu wil ik een grote slag gaan maken. En die gaat jullie misschien verbazen. Want we hebben dus eigenlijk geconstateerd dat de corporates, alle tech corporates, ons steeds meer data weten te ontfutselen. We hebben eigenlijk geconstateerd waarom wij dat toestaan, hè, dat we het geleidelijk doen. Dat we het doen vanuit lol en vanuit gemak. Want wat als wij nou die technologie niet zouden accepteren? Want zonder acceptatie van technologie ook geen vooruitgang. En als jullie mij zouden vragen naar de rol die ik denk dat technologie in ons leven speelt, dan denk ik dat die razend belangrijk is. Sterker nog, ik denk dat wij een aantal hele grote problemen, overbevolking, voedseltekort, verontreiniging, dat we die problemen helemaal niet op kunnen lossen zonder technologie. Dus als we de technologie niet accepteren en op de rem zouden gaan staan om te moeilijk ethisch te gaan doen, kunnen we geen kunstmatige intelligentie ontwikkelen, kunnen we ook de klimaatproblemen niet oplossen. Dus dat is weer een andere kant. Dus er is ook, ik zie het ook nog genuanceerd, binnen die ethiek zullen we dus wel onze grenzen moeten bepalen, maar de technologie ook wel weer toe moeten laten in ons leven om een aantal problemen op te lossen. Nou, dan neem ik eventjes een harde stelling in, want deze komt er niet zo vaak in. Heb jij daar een reactie op? Ja, ik overval je ermee. Maar dus jouw stelling is, technologie moeten we gewoon accepteren. Zeker. Mijn stelling zou dan zijn, hè, maar ik zeg hem als stelling, ik zeg hem niet als mening, ik zeg hem als stelling, als wij exponentiële technologie niet omarmen en in ons leven toelaten, dan kunnen we een aantal hele grote problemen die we als mensheid hebben nooit oplossen. Ja, en dat is natuurlijk leuk als ik daar tegenin ga. Ja, dat doe dan maar. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik denk dat die dat veel van die problemen waar je het dan over hebt, laten we zeggen de overbevolking, laten we zeggen de vervuiling, dat die juist natuurlijk veroorzaakt worden door de mens als dier dat, ja, dat instrumenten gebruikt, dat eerst stokken en stenen en later brons en ijzer. Ik bedoel, dat zit in ons bloed, zeg maar, om dat wat te gaan gebruiken. Maar dat heeft tegelijkertijd ervoor gezorgd dat er veel te veel mensen op de aarde zijn. Ja, dat zijn er ook veel te veel. Als die technologie zouden afschaffen, als we terug zouden gaan naar de technologie van zeg maar 4000 jaar geleden, zouden er heel wat minder mensen op de aarde leven. Dan zou er geen milieuvervuiling zijn. En dan zouden we. Dat klopt. Dus met andere woorden, maar we creëren die problemen waarvoor we dan ook weer technologie nodig hebben om het te proberen op te lossen. Dat klopt, maar dan zouden we ook moeten accepteren dat we allemaal op ons 29e met pokken en pest in ons lijf. Maar daar zouden we niet over nadenken, we zouden niet anders weten. Nee, dat is waar. Dus u zegt eigenlijk, de technologie heeft ons eigenlijk ook in de problemen gebracht. Exact. Laten we het nou niet de oplossing in de technologie zoeken. Is dat uw boodschap? Dus een beetje een onzinstelling in die zin. Ja. Nou, dat kan, daar is het een stelling voor. Oké, ik ga kijken of ik er nog een paar uit mijn hoge hoed kan improviseren. Want dan moeten ze links en rechts een beetje eruit halen. Ja, de technologie komt natuurlijk ook steeds dichterbij, dat zie jij natuurlijk ook wel. Zeker. Want langzaam zie ik dat we robots aan het worden zijn. Ja, de vraag inderdaad of je op een gegeven moment krijg je natuurlijk allemaal protheses. Je wordt als mens eerst ondersteund, dan beter gemaakt. Hoe wenselijk is dat? Op een gegeven moment kun je misschien wel een robotarm krijgen die beter is dan je eigen arm. Kun je misschien ook wel een been krijgen wat beter is. Betere organen. Nou, om even verder te gaan, stel nou dat je een chip kan krijgen waardoor je nog je denkvermogen omhoog zou kunnen gaan. In hoeverre word je een robot, of in hoeverre ben je nog een mens? Zou je het helemaal kunnen doortrekken dat je geen mens meer bent op een gegeven moment? Wie vindt het onacceptabel om technologie in zijn lichaam toe te laten? Oh, dat is. Nou, daar zie ik maar heel weinig handen. Ja. Wie vindt het onacceptabel om technologie in zijn lichaam toe te laten om zijn lichaam te verbeteren terwijl het eigenlijk nog werkt? Ook niemand. Dat vind ik echt heel interessant. Meestal gaan hier alle handen omhoog.
Want jezelf verbeteren, dat vinden mensen toch... Wat vind je beter? Slimmer, groter, slimmer, sterker, sneller? Nou, dat is ook nog maar de vraag. Maar wat maakt ons menselijk? Is dat niet wat maakt ons menselijk? Is dat niet dat we niet weten wanneer we doodgaan? Nee, maar beter is dan... De filosofie van als we het wel zouden weten, dan is ons leven zinloos. Dat is waar. Ja, iedereen met een bril. Ja, exact. En dat waren eerst monocles en die hingen los in onze zak de helft van de tijd. Dat werden toen brillen, werden toen contactlenzen. En na de contactlenzen werden het gelezerde ogen. En de volgende stap is inderdaad een chip achter je oogbal, waardoor je 5 keer zo ver kan kijken en infrarood kan kijken. Heb je geen drone meer nodig. Maar dat is ook weer een grote ethische stap. Maar we staan wel aan de vooravond van die discussies. De eerste auto's moest er iemand voorlopen met een vlag. Ja. Want het was veel te gevaarlijk. Ja. Ja. Ja, zo gaat het gewoon steeds. Dat klopt. Heel veel technologie die we zien, als u dat althans wil zeggen, is nog maar aan het begin. Was dat niet de boodschap? De boodschap is gewoon dat het in het begin allemaal denk ik gevaarlijk lijkt. Maar dat het leiding aanmerkt dat we wel een paar keer gezegd hebben. Dat we het toch gaan accepteren. Bovendien, hoeveel ernstige gelukken zijn er nou eigenlijk al gebeurd met Met die auto's? Ja. Is het 2 weken geleden duidelijk geworden, hè? Kun jij je de aantallen herinneren? Ik geloof dat de Google-auto heeft, wat hadden ze, 11 aanrijdingen? 12, 13, zoiets. 11, 12, 13 aanrijdingen, maar die waren nooit zijn schuld. Het waren allemaal aanrijdingen van achter. Nou, dat doet een mens hem niet na, over miljoenen kilometers. Dus die vond ik niet zo slecht, die score. Ik ga nog eentje laten zien, want we gaan ook onze kinderen nog blootstellen aan Watson. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. Average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? Lettuce. Lettuce who? Lettuce him. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Althans, je hebt het echt wel aangestipt, is dat we ons hier moeten realiseren dat deze Watson-toepassing minimaal geprogrammeerd is. Hè? Ja. Hij reageert echt op dat kind. Dat kind kan verschillende vragen stellen en hij weet het antwoord. Maar wat we ons dus moeten realiseren, dit stuk speelgoed, wie zou een prijs durven te noemen? Wat zou dit moeten kosten? $180. Oké, ik vind het een duur cadeau voor een kind, maar Allah. Want het is educatiespeelgoed. En wat we ons natuurlijk vanuit de informatiebeveiliging moeten realiseren, is dat op het moment dat wij dat mooie robotje aanzetten, dan wordt er in de cloud bij Watson een account aangemaakt voor dat kind. Daar wordt een ID opgezet. En alles wat dat kind zegt en alles wat dat kind vraagt, wordt gedurende de jaren en de ontwikkeling van dat kind vastgelegd. Want de essentie van deze dinosaurus van Cognitoys is dat hij de ontwikkeling van het kind in kaart kan brengen, maar het kind ook kan begeleiden op een pad naar meer kennis, hè, uitdagendere vragen, leukere puzzeltjes en moeilijkere vragen. Feitelijk, als dat kind een uurtje per dag met deze toepassing speelt, dan kun je je afvragen wie na een jaar zijn kind beter kent. De papa of de Watson. Of de Cognitoys robot. Je hebt geen studentoes meer nodig, je hebt geen docenten meer nodig. Randal, hoe is dit anders dan Google Now en Siri? Nou, dit is in zo anders dan moet je ze om de beurt beantwoorden. Anders dan Siri. Siri is ook nog eigenlijk relatief primitief, toch Alex? Ja, ik denk dat het een beetje een kwestie van schaalgrootte is. Dit is gewoon veel verder. Het idee daarachter is wel min of meer hetzelfde. Taalherkenning, antwoorden zoeken
En die en op een begrijpelijke manier kunnen doen. Alleen zo'n IBM Watson, dat is gewoon niet een stapje, maar een stap verder dan wat een Siri in je telefoon kan. Ja, maar het is wel wat Siri en Google nou ook willen gaan doen. Ja. Want al die tech companies proberen elkaar te worden. Hè? Zo simpel is het ook. Ze proberen allemaal te doen wat de ander doet. En de een heeft een beetje voorsprong op dit en de ander op dat. Maar inderdaad, Siri rent gewoon een beetje achterop, zoals Alex zegt. Maar nog 2 jaar en dan kunnen ze hetzelfde. Dus het is niet in ontwikkelingsstadia is het verschillend, anders niet. Ja. Nou, met deze zou ik hem op zich eventjes willen afsluiten, want hier komt hij wel heel erg dichtbij. Hè. Als we onze kinderen al in de kennis en ontwikkeling van onze kinderen in de cloud gaan zetten, dan komen we waarschijnlijk aan de ultieme ethische vragen. Ik wilde nog wel een rondje, als er nog reacties of vragen zijn, nog even doen. Kijk even naar de organisatie, is dat nog een goed idee? Ook gezien de tijd. Zijn er nog vragen? Oké. Nou, met jullie hulp heb ik me er een beetje doorheen geïmproviseerd. Die robot die hier staat, wou je die zometeen nog demonstreren? Dan ga je gaan we dadelijk daar even zitten. Zit er ook een harde schijf in? Wat vroeg je? Zit er ook een harde schijf in als je die koopt? Een harde schijf? Ja? Ja, daar zit een harde schijf in. Dus hij neemt alles op wat je zegt? Hij heeft het hele gesprek. Jullie hoeven die kopieën van de dingen zo niet te hebben, hij weet alles. Ah, oké. Okay. Ja. Oké, dankjewel. Mag ik een applaus voor beide heren? Dank je wel. What can you do? What? I can do Hussman text. Do you want to try it? No. Can you do... Can you do a Tai Chi dance? Dit is nog een ondeugend kind, helaas. Great. Oh, great. Can you do Tai Chi dance? What can you do? Ik zal er maar een fotomomentje van maken. Ja, hè? Laat me een foto nemen. Sorry, hè? Kijk, nou goed, hij reageert dus wel, maar nu krijg ik dus de interactie niet te pakken, dat vind ik jammer. Maar hoe werkt het inderdaad bij deze robot? Dit is natuurlijk gewoon een robot die op dit moment gebruikt wordt voor het geven van gymnastieklessen voor ouderen. Dus die wordt gewoon geprogrammeerd, die geeft gymnastieklessen die ouderen nadoen. En waarbij dan inderdaad de fysiotherapeut zeg maar, omheen loopt om te kijken of iedereen goed meeloopt. Dit is in feite gewoon een hardware platform. Wat je doet is, je kunt 2 dingen, je kunt natuurlijk zelf programmeren, maar daar is hij nog lang niet voor geschikt, kan ik je vertellen. Wat er wel is dat hij allemaal apps heeft, die gewoon door iedereen worden ontwikkeld all over the world. Die apps die kun je dus downloaden en die kun je dus toevoegen aan je robot. Dus in feite is het systeem zoals het hier is opgebouwd, is redelijk vergelijkbaar met je mobiele telefoon. Dus het is gewoon een platform en je laat hem bepaalde dingen doen. Waar deze robot ook voor gebruikt wordt, is voor kinderen met autisme bijvoorbeeld. Waarom wordt die voor kinderen met autisme gebruikt? Iemand een idee waarom ze juist een robot gebruiken voor kinderen met autisme? Sorry? Kinderen met autisme hebben moeite om met mensen om te gaan. Ja, en waarom? Waarom weet ik niet, maar... Ja, waarom weet ik niet? Eerst een goede antwoord, ja, dat klopt. Kinderen met autisme of hun Asperger hebben moeite om gezichtsuitdrukkingen te interpreteren. Dus die kunnen slecht afstemmen op hun omgeving, op de emoties van anderen. Klopt, ja. Ja. Die hebben behoefte inderdaad aan inderdaad een strak gelaat. En ze hebben nog meer... En enorm voorspelbare interactie. Klopt, voorspelbare interactie, ja. En dat is inderdaad exact waar het om gaat. En dat heeft deze robot ook. Oh, kijk, heb je hem omgegooid? Oh, jee. Back on my feet. I feel better like that. Okay.
zijn we er weer. Can you do a workout? Where are you? I can't see you anymore. Everything is dark. What happened? Volgens mij is hij helemaal de weg kwijt. Ja, sorry jongens. Nou, goed, ik kan hem helaas niet de dingen laten doen. Want ik had hem graag een workout willen laten doen en een dans. Ik zou jullie nog wel weer de gelegenheid willen geven. Vind je het leuk om gewoon even met deze twee mooie apparaten op de foto te komen? Kom even hier. Maak er gewoon even een mooie plaat. Dan kan je in ieder geval thuis zeggen van, kijk eens wat ik allemaal heb meegemaakt. In ieder geval gewoon een robot een handje geven. Het spijt me, ik krijg hem niet aan de praat, want hij krijgt van mij geen blauwe ogen. Sorry.